Stichting Dierenambulance Altena luidde een tijdje terug de noodklok. De terugloop van vrijwilligers zorgde ervoor dat de dierenambulance dreigde te stoppen. Kersverse voorzitter Dick Jansen legt uit. Het is zo dat het huidige, of tenminste het voormalige bestuur, de familie Evenhuis, die deed al 10 jaar lang heel belangeloos de opvang van dieren, het verzorgen van de dierenambulance, dus rijden met de dierenambulance, met een paar vrijwilligers. Een van die vrijwilligers was ik, ben ik nog steeds. Maar op een gegeven moment is het zo dat daar heel veel tijd in gaat zitten. De familie Evenhuis die heeft op een gegeven moment gezegd, jongens, we trekken het niet meer. We hebben geen vrijwilligers, we kunnen eigenlijk helemaal niks meer doen en we moeten gewoon stoppen. Nou ja, stoppen was voor de paar vrijwilligers die er waren eigenlijk geen optie. Toen hebben we de handen ineen geslagen en gezegd van, nou, wat kunnen we nog doen? Wat zou er moeten gebeuren? Wat er zou moeten gebeuren is dat er minimaal, en dat is echt het minimum, 10 vrijwilligers bij zouden moeten. Voor het bemannen van de telefoon, voor het bemannen van die schitterende ambulance achter mij. En dan kunnen we doorgaan, want dan kunnen we weer de hulp bieden die we gewend zijn te bieden. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Wat houdt het werk van de dierenambulance in? Het werk houdt in dat je constant bezig bent om meldingen die je binnenkrijgt van gewonde dieren, zwerfdieren. En dan praat ik over alle dieren. En dan praat ik over ganzen die over een snelweg heen lopen. Tot aan een wasbeertje wat uitgebroken is en zich ergens op een zolder heeft verstopt bij een ander. Dat kan zijn van een slang of een egeltje. Alles. En alle dieren die in nood zijn, die worden door ons geholpen. Waar komt uw liefde voor dieren vandaan? Mijn liefde van dieren komt denk ik vanuit mijn hele prille jeugd. Dat als ik foto's kijk van heel veel jaartjes geleden, dat ik bij de hond in de mand lag. Gewoon ook daar sliep als babytje. Ik heb daardoor ook een hele bijzondere band met honden gekregen. Maar niet alleen met honden. Ik heb ook een leuke connecties met paarden bijvoorbeeld. En met katten. Eigenlijk met alle dieren. U bent nu inmiddels dan de voorzitter geworden van de Stichting Dierenambulance Altena. Gaat er nog iets veranderen? Ja, er gaat zeker wat veranderen. Qua bestuur moeten we zeker weer de boel op poten zetten. Daarnaast is het zo dat wij ook wat meer middelen willen bemachtigen. We zijn nu afhankelijk van sponsoring, donaties, bijdragers van onder andere Dierenlot. Maar wij willen ook graag naar een ambi-status. Voor een ambi-status, om die te verkrijgen, moet er heel wat gebeuren. Want dat is niet zo makkelijk. Maar het maakt het natuurlijk wel makkelijker om dan bijvoorbeeld legaten te ontvangen belastingvrij, waardoor je dus wat meer overhoudt. Dat zijn onder andere een paar grote veranderingen. En zeker in het bestuur, het bestuurlijke gedeelte, dat moet echt weer helemaal opgetuigd worden. Wat voorheen bestond uit nog 2 mensen zal zeker naar een man of 5 moeten. Concreet gezien zijn jullie dus op zoek naar? Concreet zijn wij op zoek naar minimaal een 5-tal mensen die in deze auto willen rijden. Dat betekent dat je minimaal 21 jaar moet zijn en een Nederlands rijbewijs moet hebben. Want anders mag je niet rijden. Daar zouden we ontzettend mee geholpen zijn op dit moment. En we zijn natuurlijk ook nog op zoek naar een paar mensen die ook onze telefoon willen aannemen. Want ook die draait 24 uur, 7 dagen in de week. Waar moeten mensen zijn als ze in contact met jullie willen komen en iets voor de dierenambulance willen betekenen? Dan kunnen ze via onze website een e-mail sturen. Dat is www.dier-ambulance.nl. Mocht je dat niet meer weten, kun je altijd googelen op Dierenambulance Altena. Ook dan komt het weer zelf tevoorschijn. En mocht het nou helemaal niet lukken, neemt u dan telefonisch even contact met mij op. Dat is 06 424 46 068.